Goedenavond, hallo. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik zie er zeer bezweet uit, maar ik heb het ook echt bloedje heet. Het is hier in huis gewoon echt heel warm. En het maakt niet uit of ik de deur nou wel of niet open doe. Hij gaat nu weer niet open, laat maar zitten. Het maakt gewoon echt niet uit. Het is gewoon heet hier in huis, omdat het gisteren zo warm is geweest. En wij in een best wel klein huisje wonen. De warmte wil er gewoon niet uit, ik weet het niet. Dus ik heb het gewoon echt bloedje heet. Maar goed... Ik heb vandaag een lange dag gehad. Een lange dag school van 10 tot 4:30 ongeveer. Op zich valt het wel mee. Maar voor wat ik de afgelopen weken gewend was, is dit een lange schooldag. We hebben vandaag één scène gedaan en allemaal dingen gezet voor de eerste 3 scènes. Dus best wel een goede dag geweest. Morgen weer een aantal scènes. Ik ga nu zo meteen even lekker douchen. En dan ga ik zo in bed nog even mijn tekst leren. Het is nu 9:15, dus ik ga lekker op tijd mijn bedje in. Waarschijnlijk voordat ik slaap is het toch alweer 1 uur. Ja, ik ben echt heel erg blij dat ik nu toch een rol heb gekregen. Omdat we nu met dubbelrollen gaan werken, want ik merk gewoon nu al dat ik nu gewoon veel meer leer. En dat is heel erg fijn. Dus ja, morgen ook weer een redelijk lang dagje, dan woensdag en donderdag vrij. Dus dat is fijn. Oh ja, en dan heb ik nog een nieuwtje. Ik heb waarschijnlijk een kamer. Ik heb de kamer al, maar ik moet nog even gaan bezichtigen en kijken of ik hem echt daadwerkelijk wil. Maar in principe heb ik er eentje. Een studiootje voor mij alleen. Dus dat is heel erg fijn. Daar ga ik woensdag kijken en dan ga ik definitief een beslissing maken. Maar ik weet eigenlijk al bijna zeker dat ik daar graag wil wonen. Dus dat is super fijn. Dan is die stress ook van me af. Dan heb ik gewoon een nieuw huisje en dat is heel fijn. Dus ja, nu ga ik even douchen, want ik heb het zo heet. Ik ga echt... onder de koude douche, denk ik. Ik heb het echt heet. Goedemiddag, het is vandaag dinsdag. En ik ga even naar buiten, want het is warm. Hallo? Ja. Ik heb vandaag weer een lange dag school gehad. Dit keer van 10 tot 3. Op zich valt het wel mee. Alleen, gewoon, je bent gewoon heel veel aan de kant aan het kijken. En zelf scènes aan het spelen. En ja, gewoon, je bent toch veel aan het doen dan in die paar uren. Dus ik ben weer echt helemaal kapot. Maar morgen ben ik vrij, dus het is fijn. Ik ga morgen ook mijn waarschijnlijk nieuwe kamer bezichtigen. En ja, verder ga ik misschien met Jip en Janne wat doen. Komt allemaal goed. Ik ben nu vooral heel moe, dus ik ga lekker op de bank zitten. En chillen de rest van de avond. Goedemiddag, het is vandaag woensdag en ik ben vandaag weer een dagje vrij. Ik ga nu lekker naar de stad en ga ik even lunchen met Jip en Janne. Daar heb ik heel veel zin in. De rest van de klas is naar de Efteling. Wij hadden geen geld, wij zijn de skeer. Dus dan gaan we maar lunchen. Dan zijn we iets minder geld kwijt dan naar de Efteling. Dus yes. Daar gaan we. Welk liedje doen we? Wat is dit? Ja, ik weet niet, maar het staat hier. Nee, oh, ja, dit is van Rocketman. Jip, wat goed. She's back my back. Ik ken dit echt niet, wat erg. Dat ligt. And I'm gonna be high. Nee. Hi. Oh, mijn kikker valt van dat ding. Het is heel erg dat we dit niet kennen. Het is maar Elton John, dus we weten eigenlijk gewoon kennen. Deze voorstelling. Voorstelling, het is een film. Nou, doe nou even niet dat we kennen. Ja, ja en ik moet ook nog plassen. Niet, jongen. Ik kan toch wel iets uit je hoofd? Ja, nee. Ik kan... Ah, weer wat. Ja. Je bent zo mijn god. Het is bijna zo mijn kikker. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ik ben echt de dagen kwijt, maar goed. Ik heb straks repetitie om 11 uur tot een uur of 1, denk ik. Misschien iets eerder, ik weet het niet. Iets in die trant. Ik ga eerst zometeen mijn bezichtiging doen van mijn nieuwe kamer. Of tenminste, ja, als ik hem neem, is het mijn nieuwe kamer. Dat gaan we zometeen zien. Dus daar ga ik zometeen heen. Ik moet even een kwartiertje weg. En dan de rest van de dag blijf ik op school, want ik... ga denk ik even aan SLB werken, ik ga studeren, ik ga
lekker de hele dag op school chillen, denk ik. En vandaag is alweer de laatste ronde voor het nieuwe schooljaar. Dus morgen weten we waarschijnlijk wie er in de nieuwe eerstejaars komen. Dus dat is super spannend en ook voor de vooropleiding. En ik weet niet wat het is, maar ik werd vanochtend ook echt gewoon oprecht vroeg wakker. En ik denk dat ik gewoon... Ik voel het gewoon echt voor die mensen die nu auditie aan het doen zijn. Het is gewoon echt, ik voel die zenuwen gewoon. Ik denk dat als ik straks school binnenloop, dat ik gewoon die zenuwen voel van die mensen die daar nu auditie hebben. Want ik weet gewoon nog zo goed hoe het voelde vorig jaar. Nou goed, ik ga even mijn tanden poetsen en dan ga ik zo meteen naar school. Hoi, het is vandaag vrijdag. En ik ben back in Nederland. Voor, yes. Heel eventjes. Oké, okay. Nou, ik werk in een hotel, Marines Playa in Mallorca. En ja, ik werk daar als een... Ik moet natuurlijk niet nu de verkeerde dingen gaan zeggen, hè? Ja, nou en, ze werkt daar. Nou, ik doe daar de fitness en de sport en de shows. En ik ben een soort van second chief. Dus ze heeft mij in de steek gelaten. Ja, dus nu ben ik even terug. Want ik had vandaag mijn intro... Oh, dit even die handen in mijn hoofd. Vandaag een introductie gehad. Niet veel beter, maar goed. Op Fontis. Ja. We hebben een nieuw klasje, hè? Ja. En daarom ben ik nu even bij Pam om te gaan koken en te eten en misschien slapen. Ze kookt gewoon fantastisch voor mij nu. Kijk even. Zo doen we dat. Lekker. En dan gaan we even lekker eten. Ja. Zeker. Lekker. Hoi allemaal. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. We zijn een film aan het kijken. We zijn hem al 10 minuten aan het kijken. We hebben er niks van gezien. Ik ga hem nu terugspoelen. We kijken Always Be My Maybe. Waarom? Nee. Dat is zeker. We hebben net thee gedronken. En fotootjes Jezus, gemaakt. Ja. Omdat we elkaar weer heel lang moeten missen. Dus dan hoeven we elkaar niet meer te missen. Ja, we doen eigenlijk niet zoveel. Dus je kan er wel kijken van, ja, wat doen zij de hele dag? Niet zoveel. Daarom vlog ik ook nooit. Eigenlijk, ik doe nooit zoveel. We waren, als je de truth wil weten... We waren eigenlijk aan het stressen over mijn verhuizing. Ja. Dat is eigenlijk basically wat we aan het doen waren. Eigenlijk wel. We gaan 3 dagen natuurlijk weer terug naar mooie Mallorca. En ik moet ook verhuizen. En het is morgen windkracht 9. Maar, als jij terug bent uit Mallorca, dan zien we elkaar elke dag. Ja, en dan heb jij mijn huis alvast gemaakt. Nou, dat dacht ik even lekker mooi niet. Pam, ja, leuke film. Nou, we kijken nu The Last Summer. Die staat op Netflix. Nooit aan beginnen. Wat een kutfilm. Maar deze film? Wat een kutfilm. Zullen we een perfect date kunnen kijken? Staat echt nergens op. Judith! Geen morgen. Zonnestraaltje. Nee, jullie hebben me nog nooit zo lelijk gezien als nu. Dat is één iemand zeker. Dus we gaan ontbijten. Judith, je kan dit echt niet filmen. Doe eens even wat leuks. Ik heb geen BH-pion. Dat zie je niet, ik heb hem alleen in je hoofd. Wat wil je eten? Yoghurt, ik heb brood, ik heb ei. Yoghurt. Oh. Keuze tussen 2. Nee, ik heb ook dit. Oh. Ik ga bijna uitklikken. En nou uit. Weg ermee. Lekker ontbijtje. Ziet er echt lekker uit hoor. Wat doe jij? Nee, vocht. Doe ik het wel? Oh my god, ik ben nu precies Judith. Die deed het vanochtend ook. Nee, niet. Aangezien jij nooit vlogt, doe ik het wel. Dan moet je achter elkaar knippen en dan heb je dan zo. Hoi allemaal. Dit is wel echt heel goed licht. Ga ze achter? Ja, zo. Net Londen, hè? Is net Londen, weer van onderen. Van onderen! Wij gaan nu naar Neeltje. What it does not make us wise. We're not special. We're not different. We can choose who lives or dies. Thank you.
Het is zondag. Het is zondag. Ik vond dit wel een goed moment om weer te gaan vloggen. Want ik was de hele dag eigenlijk... Het is zondagavond. Een beetje dead. Ik had een feestje dus gisteren. Feestje was niet zo leuk uiteindelijk. Feestje was best leuk. Waren wat dingen gebeurd. Toen ben ik naar Judith gegaan. Judith is mijn steun en toeverlaat in alle zware tijden in mijn leven. En nu ga ik 2 maanden weg. Ja. Nu heb ik niks meer aan haar. Mijn bus komt. Maar eigenlijk hadden we dus zeg maar gisterochtend al afscheid genomen. Nu moeten we gewoon weer afscheid nemen. Doei! Tot over 2 weken. Eeuw, lekker die vaseline lippen. Love you. Love you! Ik ga nu de bus pakken. Okay. Ik heb gisteren de vlog nog niet afgesloten. Want ik was thuis en ik ging gelijk mijn bed in. Want ik was echt heel erg moe. Dus bij deze heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei!